We zijn vandaag bij Kliniek in de Bijenkorf in Amsterdam. Linda, super fijn dat je mee wilt doen aan de test. Sandrine, fijn dat we bij je langs mogen komen. Linda, waarom wil je precies meedoen aan de test? Ik ben een jaar geleden bevallen van mijn jongste zoontje. En ik zit voor de rest heel erg goed in mijn vel, maar ik heb alleen last van mijn huid, vermoeid, pigmentvlek op mijn voorhoofd en hier rondom mijn wenkbrauw. En nou ben ik hier bij jou om te vragen voor goed huidadvies. Welkom Linda, fijn dat je hier bent. We gaan inderdaad samen kijken wat voor jou de juiste producten zullen zijn voor jouw huidzorg op dit moment. Je hebt een mooi kindje gekregen, maar nu wil je natuurlijk ook dat jij zelf weer helemaal een stralende, prachtige huid kunt hebben. Hoe voelt je huid in de loop van de dag aan zonder een moisturizer te gebruiken? Mijn huid voelt normaal aan. Voelt normaal aan? Ja. Oké. Okay. Is het nergens droog, trekkerig of dat je een beetje een glimmende huid hebt? Nee. Nee? Heb je nooit last van? Oké. Vind je het goed als ik dat even check door middel van een skin assessment? Ja. Ja? Ontsmet eerst even mijn alcohol voordat ik aan jouw huid zit. Mag ik je huid even aanraken? Ja. Ik start bij je voorhoofd. Nou, daar kom ik redelijk makkelijk overheen. Als jouw huid heel erg droog zou zijn, dan zou ik er eigenlijk een beetje blijven hangen. Ik voel weinig tallig, dus inderdaad vrij normaal. Hetzelfde verhaal is dat bij de neus en de kin. Dus jouw T-zone voelt vrij normaal aan. En dan ga ik even over jouw wangen. En daar voel je al dat ik eigenlijk blijf hangen. En dat duidt toch op iets droogte. En als ik jouw huid iets optil, zie ik ook wat krakelee. En dat is iets vochttekort. En gebruikt jij een moisturizer op dit moment? Nee. Dat duidt ook echt wel op dat je op dit moment toch wel behoefte hebt aan een moisturizer. Dat ga ik je strakjes laten zien. Ja? Dat betekent dat jij een huidtype 2 hebt voor Kliniek en dat is een droog gecombineerde huid. Linda, we hebben zojuist de consultatie uitgedraaid en ik wil je nu heel graag de Kliniek producten laten zien aan je en de oplossingen voor jouw huidzorgen. Kliniek is een merk wat door dermatologen is ontwikkeld en gespecialiseerd in diverse huidzorgen, waaronder ook pigmentvlekken. En we hebben, zoals je al hebt gezien, waarschijnlijk de Even Better Clinical, wat echt dus ons sterproduct is en wat absoluut een hele goede oplossing is voor jouw huidzorg. Daarnaast is het belangrijk om je huid ook goed te reinigen, om te zorgen dat de producten goed worden opgenomen door jouw huid. Daar heeft Kliniek een 3-stappen-systeem voor en ik wil je heel graag laten zien hoe je dit kunt gebruiken en ook wat dit doet voor jouw huid. Mag ik dit op jouw hand even demonstreren? Ja? En dan start ik met een stukje tape te plakken op jouw huid. En dan wil ik graag op je linkerhand doen. Ik ga je strakjes vertellen waarom ik dit nou weer doe. Ik ga starten met de eerste stap van de 3 stappen. En dat is de Liquid Facial Soap Mild. En de mild is voor een huidtype 2 en dat is voor jouw huidtype geschikt. Wat deze zeep doet, is de huid reinigen van tallig, zweet en vuil. Maar zoals je weet, een zeep droogt je huid uit. Bij Kliniek hebben we dus de uitdrogende ingrediënten van de zeep eruit gehaald. Dus dit zorgt niet voor een droge huid, maar dit reinigt jouw huid fantastisch. Gebruik jij ook make-up? Linda? Ja. Ja? Dan is het wel belangrijk om jouw make-up eerst eraf te halen, want dit is een klinische reiniger, wat echt jouw huid reinigt en niet jouw make-up. Nu spoel ik het af met wat water. Normaal gesproken doe je dit dus lekker bij de wastafel of onder de douche, net wat jij zelf prettig vindt. De tweede stap die ik ga gebruiken is de Clarifying Lotion. Dit is voor een huidtype 2, net als de eerste. En deze verwijdert de dode huidcelletjes. Nou zijn sommige mensen bang om te exfoliëren en ook te vaak te exfoliëren. Maar het is juist heel erg goed om de oppervlakkige dode huidcelletjes te verwijderen, zodat de producten beter kunnen worden opgenomen. En daarnaast zul je merken dat je huid direct al na de eerste keer gebruiken heel goed zal stralen en daarnaast ook heel zacht zal aanvoelen. Je merkte dat ik dat heel snel deed. Ik doe dat ook maar 1 keer over jouw huid heen. Dat is dus belangrijk en dat is ook het verschil maken van de Clarifying Lotion van Kliniek. Omdat hij exfolieert. Als je dit op het gezicht gebruikt, dan doe je dat 4 keer. Aan de ene kant met een watje, dan draai je een watje om. En 4 keer aan de andere kant. De derde stap is de DDML, Dramatically Different Moisturizing Lotion.
Dit is je eerste vet- en vochtbehoefte van de huid. We omschrijven dit ook wel eens als een product wat de huid eigenlijk als eerste een beetje vochtig maakt. Legt een basislaagje voor je huid. En zorgt er ook weer voor dat je producten beter kunnen worden opgenomen. We vergelijken dit wel eens een beetje met een spons. Die is droog. Je doet daar een druppeltje afwasmiddel op. Dan blijft het druppeltje afwasmiddel redelijk lang liggen. Ga je die spons eerst vochtig maken met wat water, zul je merken dat die veel makkelijker wordt opgenomen. Zo werkt het eigenlijk ook met je huid. Dan ga ik nu op je andere hand ook een beetje DDML aanbrengen. Dramatically Different Moisturizing Lotion. En dan zie je al gelijk dat die minder goed wordt opgenomen. En zeker als je dat gaat vergelijken met je andere hand. En wat ik nu doe is het tapeje eraf halen. En dan is dit wat in de weg staat van jouw huid en je huidverzorging. Dit zijn namelijk de dode huidcelletjes die ik zojuist heb verwijderd. Voel het verschil maar even. Het is ook de bedoeling om de drie stappen systeem echt elke ochtend en elke avond te gaan gebruiken. Waarom ik dit nou aan jou vertel? He, want je komt eigenlijk om je pigmentvlekken op te lossen. Maar dit zorgt er dus voor dat jouw producten dus beter kunnen worden opgenomen. Dat je meer profijt hebt van jouw producten. Ik wil jou heel graag laten zien hoe een pigmentvlek er nou daadwerkelijk uitziet in jouw huid. Want het enige wat jij ziet is dat ze aan het oppervlakte zitten. Hè? Hier zie je een afbeelding van de gezonde huid in een hele goede toestand. Hoe we hem graag zien. Daar heb je hier de basaalcellenlaag. Dat is hetgene waar onze huidcellen zich ontstaan. In die basaalcellenlaag zitten melanocyten. En melanocyten die produceren melanine en dat is hetgene waardoor jouw huid een mooi tintje krijgt. En daarnaast ook jouw huid beschermt van nature tegen de zon. Als deze beschadigd is, in jouw geval is dat echt een hormonale wisseling geweest, wat krijg je dan? Een overmatige melanineproductie. Dus dat is constant aan het afgeven. Dus wat willen we doen? We willen natuurlijk zorgen dat die ook hier wordt aangepakt. Want het is veel dieper zit het probleem dan alleen maar op het oppervlakte. En dat is ook precies wat de producten van Clinique doen. De Even Better Clinical zal hem tot hier aan toe aan kunnen pakken. Linda, ik heb je net laten zien wat een pigmentvlek in jouw huid eigenlijk is en hoe dat eruit ziet. Nu wil ik je de Even Better Clinical Dark Spot Corrector laten zien en ook even op je huid laten voelen. Want in eerste instantie is het al echt een heel fijn serum om op je huid aan te brengen. Hiervan gebruik je na je drie stappen systeem, 's morgens en 's avonds, één pompje voor jouw hele gezicht. Deze gaat dus echt tot diep in de huid gaat deze werken. Hij gaat ervoor zorgen dat die melanineproductie wordt afgeremd. Daarnaast zal hij dat proces, want ik heb je net laten zien dat dat heel erg snel gaat, dat zal hij vertragen. Net onder het oppervlakte gaat hij de pigmentvlek uit elkaar trekken. En dat is ook het eerste wat je gaat zien. Want het is niet zo dat wij de pigmentvlek op deze manier kunnen weghalen. Maar hij zal ze lichter maken. En dat doet hij dus door de pigmentvlek uit elkaar te trekken. Dat je een soort van stofdeeltjes eigenlijk krijgt. Waardoor het veel minder op zal vallen. Dus jij zal niet meer 's morgens in de spiegel alleen maar die pigmentvlek zien. Want dat is denk ik wat jij nu hebt. Ja? Jij vertelde dat je hem ook rondom het oog hebt. Het is wel belangrijk dat je heel erg oplet dat je niet te dicht bij het oog komt met dit product. Jij beschermt je huid elke dag, heb ik begrepen. Dat klopt, hè? Ja. Ja. En wat voor factor gebruik je op dit moment? Factor 50. Factor 50, oké. Okay. En doe je dat één keer per dag of doe je dat meerdere keren per dag? Eén keer per dag. Eén keer per dag, oké. Okay. Ik ga je nu een product laten zien, want ik hoorde ook dat jij op dit moment geen moisturizer gebruikt. Dus ik wil je ook uitleggen waarom een moisturizer zo belangrijk is. Het is heel belangrijk om je huid één dagelijks te beschermen. Dat is iets wat je doet, dus dat is al super. Blijf dat vooral ook doen. Maar twee, heb je ook iets nodig om je vochtbarrière te gaan herstellen. Toen ik net jouw huid testte op jouw huidtype, merkte ik toch dat jouw wangen iets vochtarm waren. En dat houdt in dat jouw vochtbarrière niet helemaal meer intact is. En daarvoor heb je dus een moisturizer nodig. Dat is de Even Better Moisturizer. Dit is een perfecte aanvulling op het serum. Waarom? Omdat hij het serum zal versterken. Hij zal ook de pigmentvlekken uit elkaar gaan trekken. En daarnaast je huid comfort geven en beschermen tegen de UV, maar ook tegen andere invloeden van buitenaf. De moisturizer gebruik je dan ook overdag, want hier zit een beschermingsfactor in.
ga jij nou langere tijd naar buiten, zoals je net al aangeeft, soms ben ik de hele dag in de tuin, dan gebruik je hier overheen jouw factor 50. Ja? En dat breng je meerdere keren op een dag aan. Want een bescherming beschermt niet de hele dag door. Een zonnecrème. Na hoeveel uur moet ik het weer halen? Ik zou het zeker na 1,5 uur tot 2 uur eventjes... En je kan beter een keer te veel doen dan te weinig. Ik heb je nu alle producten laten zien die voor jouw huidzorg geschikt zijn. Als jij dit 's morgens en 's avonds in ieder geval 4 weken gaat proberen... dan kun je echt wel de eerste resultaten verwachten. Dan zul je zien dat de pigmentvlekken wat verminderd zijn. Meer lichter zijn geworden als het ware. Maar bij 3 maanden kun je de beste resultaten verwachten van onze Even Better Clinical. En het liefst dus in combinatie met deze producten samen. Linda, heel veel succes met het gebruik van de Even Better producten van Clinique. Ik zie jou heel graag over 4 weken terug. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd. Goedemiddag Linda. Hoi. Welkom terug bij Clinique. Dankjewel. Jij kwam voor een huidzorg pigmentvlekken. Ik heb jou toen een aantal producten laten zien en jij hebt ook de producten meegenomen. En we zijn nu hier om eens te kijken hoe het gaat met jouw huid. Nou, ik vond het een luxe om jullie producten te gebruiken. Ik was natuurlijk niet gewend om 2 maal daags mijn gezicht zo goed te reinigen en te verzorgen. Dus ja, met al, ik heb er echt van genoten. Wat fijn om te horen. En wat vond je van de resultaten die je hebt bereikt met Clinique? Nou, waar ik vooral het resultaat in merk is als ik mijn make-up aanbreng. Dan daarna heb ik gedurende de dag een hele mooie stralende huid en mijn make-up blijft ook heel lang zitten. Heb je gemerkt dat je pigmentvlekken minder zijn geworden? Ja, absoluut. Ja? Tijdens het gebruik zag ik al dat ze minder donker werden. En ze springen niet meer zo in het oog, dus ik ben daar heel erg blij mee. Wat ontzettend fijn dat je pigmentvlekken ook verminderd zijn. Je hebt het nu 6 weken gebruikt en bij 3 maanden kun je toch de beste resultaten krijgen met Even Better Clinical. Wat wel heel belangrijk is voor je, is dat je dit product toch blijft gebruiken. Want als je eenmaal last hebt van pigmentvlekken, blijft je huid daar altijd gevoelig voor. En zeker als je daarbij weer in het zonnetje komt.